Als het even kan, boek je natuurlijk zo snel mogelijk een vakantie met z'n drieën om bij te komen van de hectische tijd die het eerste of het tweede kind krijgen met zich meebrengt. Maar als je dan eindelijk het vertrouwen hebt om je koffers te pakken, wat pak je dan in en wat kan je beter thuis laten? Uiteraard is dit afhankelijk van wat voor soort vakantie je gaat vieren en hoe oud de kleine is. In ons geval was het 8 dagen lekker relaxed Bonaire met een baby van 4 maanden. Laten we starten met de dingen die je moet meenemen. Genoeg luiers voor in je handbagage. Ik weet niet wat het is op 11 kilometer hoogte, maar die dingen vliegen er doorheen. Zonnebrandcrème, dit is gewoon een absolute must. Smeren, 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 ook al ligt die in de schaduw. Een moskietennet. Die beesten die zijn zo ontzettend gemeen dat ze zelfs een weerloos kindje te pakken nemen. Uit de grond van mijn hart, ik haat die beesten. Een grote luchtige doek om schaduw mee te creëren. Als je bijvoorbeeld gaat wandelen met de kinderwagen is er niet overal schaduw. En zo'n doek biedt dan uitkomst. Een babyfoon, zeker als je een appartement heel dicht bij het strand of bij het zwembad kan krijgen. Je vrouw of je vriendin is ook gewoon heel handig om mee te nemen. Niet alleen voor borstvoeding, maar je hebt gewoon ook extra handen. Tot slot de dingen die we niet hebben aangeraakt tijdens de vakantie. Een zwemluier was daar één. Als je hem of haar wil laten afkoelen, dan lekker samen onder de douche. Het zwembad of de zee is gewoon nog even een stapje ver voor een baby van 16 weken. Te veel kleding. Voor 8 dagen zijn 8 rompers echt wel genoeg. Zeker als je naar een warm gebied gaat. In de eerste instantie is het al warm genoeg om je kind gewoon in een luier te laten rondspelen. Daarnaast droogt alles ook nog eens snel na bijvoorbeeld een klein handwasje. Heb jij nog tips wat je mee kan nemen of beter thuis kan laten tijdens je vakantie met je kleine zoon of dochter? Plaats je opmerking dan onder deze video. Vond je het een leuke video? Like hem en wil je op de hoogte blijven? Abonneer!